Dat schijnt tegenwoordig hot te zijn, kinderporno controleren. Maar je hebt natuurlijk ook die vereniging Martijn. Ik ben geen pedofiel. Jij vraagt nu vragen, net als Pauwner. Je zit te vissen. De Piratenpartij is leden aan het werven om mee te kunnen doen aan de verkiezingen en wij zijn erbij. Als wij 30 ondersteuningsverklaringen in Den Haag hebben, dan komen we ook in Den Haag op het stembiljet. We staan hier bij de Politieke Partij voor Basisinkomen. U bent net zoals de andere partijen verklaringen aan het binnenhengelen. Daar ben ik mee bezig, ja. We hebben er voor Den Haag nog 3-4 nodig. Wij staan in de eerste plaats voor een onvoorwaardelijk basisinkomen. En dat is een enorm breed onderwerp. Weet je, one issue partij eigenlijk? Wel een issue, maar wat ik zei, met een brede uitstraling. Wat is nou het belangrijkste wat betreft privacygegevens deze verkiezingen? Dat jouw gegevens niet door Jan allemaal gebruikt mogen worden, maar daar gaat het om. Maar wat is actueel? Actueel, wat dacht je van chatcontrol? Dat de Europese Commissie op een gegeven moment alle chats wil gaan controleren op kinderporno, volgens mij. Ja, dat schijnt tegenwoordig hot te zijn, kinderporno controleren. Dat is toch goed? Dat is goed. Er zitten altijd een paar bij die gaan er misbruik van maken. En dat is nou juist waar het knelpunt zit. Je kent het verhaal van die politie-infiltrant. Die is een politieagent, die gaat vervolgens in de systemen kijken en het doorverkopen aan zijn boefjesmaatjes. Nou, dat gebeurt dus met al dit soort dingen die aan zich heel goed eruit zien, maar altijd gewoon achterdeurtjes openlaten van mensen die er gewoon misbruik van maken. Maar je hebt natuurlijk ook die vereniging Martijn. Ik ben geen pedofiel. Die kunnen wel beter gecontroleerd worden nu. Denk jij? Nou, ik denk dat je daar altijd een betere methode voor hebt. Dan kan je zoek maar op het dark web dit soort clubjes naar. Maar dan hoef je niet Jan en Alleman en iedereen al voor te controleren. Dat is gewoon overkill. Dat is U doet het dagelijks? Nee, daar heb ik geen tijd voor. Dat is op een gegeven moment van een mug van een olifant maken. Of een olifant van een mug. Welke is het ook alweer? Eén van de twee. Nou ja, ze maken van een olifant een mug. De olifant, dat is de vrijheid die we hebben. En dan maken ze een mug van, oh, vrijheidje hier en daar, dat geeft niet. Voor de andere onderwerpen, zoals klimaat, doen wij gewoon mee met de partijen die daar meer expertise hebben. U bent eigenlijk net zoals GroenLinks en Partij van de Dieren en D66? Ja, in die orde van grootte zullen wij wat meer ter linkerzijde meedoen dan ter rechterzijde. Ja. En wat minder boeren? Minder boeren? Nou, er zijn ook weer in de boeren zijn ook weer hele grote verschillen, hè? Dus, nou, hoe denkt u erover? Nou, wat denkt u dat ik erover denk? Ik weet niet, vraag het u. Ja, dat hoor ik wel, maar je weet het best wel zelf ook. Ja, denkt u? Ja, er zijn heel veel verslaggevers die altijd maar naar de bekende weg vragen, terwijl ze het zelf wel weten, toch? Wat nog erger is, is dat er vervolgens in Nederland een systeem is waarbij kinderen op grond van leugens ook nog worden beschadigd. Wat zijn die leugens? Welke leugens zijn dat? De genderideologie? Nou, nee, dat even... Dat vinden jullie normaal bij de Piratenpartij? Nee, dat even terzijde, maar wat... Nou, dat vind je wel normaal voor kinderen? Nou ja, wat mij meer aan het hart gaat, is dat vervolgens de zogenaamde professionals, hè, dus de mensen die dus met onze belastinggeld zeg maar, worden betaald, vervolgens heel veel geld krijgen om bijvoorbeeld de kinderen zeg maar, een hechtingsstoornis te laten creëren. Hè. Hoe kijkt uw partij naar de genderwaanzin? De genderwaanzin? Hoezo... De hersenspoeling van kinderen. Hersenspoeling van kinderen? Door wie? Drekkies met voorleesmiddagen, dat vinden jullie oké bij de Piratenpartij? Nou ja, goed, kijk, ik hou me er zelf even afzijdig van. Want hoezo dan? Wij weten niet daarvan, maar wij kijken meer naar... Dat ligt een beetje gevoelig. Ja, nou ja, wij kijken meer naar het grote spectrum. U vindt het mooi? Jij zegt het toch, waanzin? Ja, de genderwaanzin, de kinderen die gehersenspoeld worden. Door wie? Door de scholen. Hoezo? Hoezo? Jij hebt het erover, ik niet. Nee, ik vraag het aan u. Ja, jij begint over de waanzin. Wat is dat dan? Ja, u kijkt geen kranten, u heeft geen tv. U vraagt nu weer wat anders. Leg nou eerst eens uit wat de waanzin is. Nou, u kijkt toch wel tv, dan zie je toch genoeg over de genderwaanzin? De hersenspoeling van kinderen op scholen. Hoezo? Die vind jij plaatsvinden? Vindt u van niet? Nee. En over de Amsterdamse Wallen, wat wordt gezien als Nederlands cultureel erfgoed, laten we niet vergeten dat groot gedeelte van die dames daar, en we hebben er helaas niet volledig zicht op, maar heel veel van die dames zijn ook allemaal mensen die als kind zijnde in de jeugdzorg hebben vastgezeten. Dus voor de kijkers thuis, als ze aan de Piratenpartij zitten, wordt er niet meer geneukt? Nou nee, helemaal niet. Jij vraagt nu vragen, net als Pauwner. Je zit te vissen.